Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik zit hier in het gras tussen alle koeien. De koeien zijn hele nieuwsgierige aagjes. En tijdens de film moet ik ook echt een beetje opletten dat ik niet in één keer een labbe van die lange tong van ze in mijn gezicht krijg of op de camera. Kijk maar mee. Nu in de skybox. De koeien worden gemolken en hierna kunnen ze dus kiezen of ze naar buiten gaan of binnen willen blijven. Kijk, daar gaan ze. Lekker de wei in op deze mooie dag. Er is net een tweeling geboren. Oh. Proberen te staan en anderen proberen te drinken. En de boer, die ploegt er voort. In deze tijd ontdekken wij allemaal nieuwe talenten bij medewerkers. Zo blijken wij heel veel goede schilders in ons team te hebben. Nou, de theeschenkerij is klaar. En nu gaan we door met de appartementen. Zo, het is alweer donderdag vandaag. Het is super lekker weer. Het lijkt wel zomer. En Gerrit die is bij het duivenhok. Die gaat ons wat meer vertellen over de duiven. En ons duivenhok die staat daar. Oké, goedemiddag. We zijn hier bij de Magisch Hoeve bij het project Postduiven. Het project is weer een nieuw leven ingeblazen door nieuwe jonge duiven die nu zitten. En daar gaan we samen met de cliënten van de Magisch Hoeve leuke dingen mee doen. Het zijn er op het ogenblik nog 46 jonge duiven. En die zijn geschonken door iemand. En daar gaan we mee vliegen, hier op het hok. Wat is straks de bedoeling? Ze gaan straks lekker naar buiten toe. En dan mogen ze lekker even fladderen. Dan maken de mensen van de Magisch Hoeve, die maken alle bakjes schoon hier. En dan mogen ze buiten gaan kijken hoe ze lekker aan het spelen zijn. En dat gaan we straks zien. Daar gaan ze. Deze duiven mogen dus iedere dag even vliegen. En nu doet Gerrit dit nog en als het straks wat beter gaat en de duiven dit gewend zijn, dan gaan we dit samen met de deelnemers doen. Het is de bedoeling dat we in de zomerwedstrijden gevlogen gaan worden. En dan is het natuurlijk super spannend om samen met jullie te gaan kijken of de duiven echt snel terugkomen.
Oké, je fluit een keer en de duiven gaan allemaal terug het hok in. Etenstijd. En nu is het begin van de avond en zitten ze allemaal mooi rustig in hun hokje. Hallo allemaal, dit is de 10e vlog alweer. Het is hartstikke mooi weer en de koeien genieten er ook van bij ons. Boe! En we zijn druk met de duiven aan het trainen. Roekoe! Nou, zet hem allemaal op nog even, hou je taai en een heel fijn weekend. Doeg! Doeg.